Het BTW-systeem legt onevenredige zware druk op grote delen van het volk. Terwijl het volk al zwaar genoeg is getroffen bij de uitvoering van het herstelprogramma. Dit haalde NPS-fractieleider Gregory Rusland gisteren aan tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée. Rusland wijst erop dat terwijl alles duurder wordt en grote delen van de samenleving meer moet uitgeven, er weinig wordt gedaan aan hun verdiencapaciteit. Rusland begrijpt dat het BTW-systeem een grote rijkwijde heeft en een grote bijdrage levert aan de inkomsten van de staat. Echter heeft zijn fractie vele vragen over de inning en afdracht daarvan. In onze visie is het verder elementair onjuist dat de BTW-invoering A niet simultaan met belastingverlaging voor vaste inkomenstrekkers heeft plaatsgevonden en B dat er geen inspanningen worden gepleegd om inkomstenbelastingen te heffen bij grootverdieners in met name de productie- en de handelssector. Ten aanzien van het laatste, voorzitter, achten wij het onbillijk en bijzonder onrechtvaardig dat ontvangen van minder inkomsten wordt goedgemaakt door verhoging van BTW-tarieven, waarmee lasten van vaste inkomenstrekkers aantoonbaar worden verzwaard. Goed beschouwd wordt in de praktijk op die manier een benadering gehanteerd waarbij minder draagkrachtigen of de armen in onze samenleving de belastingen van de grootverdieners moeten betalen. Rusland vroeg aan de regering waar haar gepredikte aanpak is van de breedste schouders zullen de zwaarste lasten dragen. Namens de NPS-fractie riep de NPS-voorman de regering op haar woord gestand te houden. En voegt u de daad bij het woord. Voorzitter, het aanpassingsprogramma wordt al sedert eind 2021 uitgevoerd. En ondertussen zijn we gegaan van een inflatie van 35% in 2020 naar het niveau van rond 50% voor 3 jaren achtereen. Dat is 3 jaar van extreem hoge inflatie, terwijl het gemiddelde van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied niet hoger lag dan 14%. De vraag is hoe lang ons volk nog moet aankijken tegen de hoge inflatie en kan de regering de garantie geven dat we na 3 jaar aanpassen naar een lage inflatie toe gaan, zodat in elk geval de verarming kan worden geremd. De fractieleider van de NPS benadrukte dat de afbouw van subsidies, die als voornaamste instrument is ingezet bij de gezondmaking van de overheidsfinanciën, een enorm effect heeft gehad op de koopkracht van de bevolking. Rusland geeft aan te begrijpen dat het aanpassingsprogramma noodzakelijk was. Echter kan deze nimmer de bedoeling hebben gehad om het arme deel van de bevolking nog verder te verarmen en de middenklasse kapot te maken.